Dames en heren, een hele goede morgen en welkom bij het webinar Constructief met Koud Gevormd. Mijn naam is Marco Pauw, ik ben uw host van vandaag. Maar ik praat hier eigenlijk voornamelijk vanuit het platform Staal Framebouw. En zo, ik denk dat het nu bijna 3 jaar geleden is dat wij het initiatief hebben genomen om dat platform in te richten. Dat heeft nogal wat tijd en moeite gekost. Maar uiteindelijk waren we een beetje een introverte club. Maar uiteindelijk willen we nu naar buiten treden. En daar is dit een van de, nou niet de eerste, maar een van de uitingen van. Ja, u kunt allemaal lezen waarvoor we zijn. Eigenlijk willen wij koud gevormde profielen en staal framebouw specifiek op een hoger niveau tillen in kwaliteit en in bekendheid. En daar hebben wij een campagne voor ingericht. Dat hebben wij warmlopen voor koud staal genoemd. En daar is dit webinar een onderdeel van. De belangrijkste is het handboek. Oh ja, ik moet even wennen, want het is allemaal spiegelbeeldig. Daar zijn we nu mee bezig. Die komt overigens in delen komt dat uit. Het eerste deel is uit. Daar hebben jullie, als het goed is, een link van ontvangen. En dat webinar waar we nu over praten, dat is min of meer gekoppeld aan dat eerste deel. En we hebben nog meer activiteiten. Ik noem er nou nog maar eentje, dat is een aantal. Dat is de nieuwsbrief, die komt binnenkort ook uit. Dat thema is optoppen, net als deze webinar. Naar aanleiding van, de animo is enorm. We hebben iets van 250 aanmeldingen voor dit webinar. Dat hadden we echt niet verwacht. En daarom hebben wij het idee opgevat om in het najaar een diepere cursus, een grotere cursus, dat we dieper in de materie kunnen ingaan. U krijgt er automatisch dan een uitnodiging voor. En wat ook onze taak is dit jaar, is dat wij nieuwe leden willen werven, dus participanten aan het hele platform. We hebben nu een stuurgroep, werkgroepprincipe en ongeveer 40 personen, bedrijven die daaraan deelnemen. Optoppen hebben wij gekozen, nou ja, als thema, het is al jaren een thema, maar het is helemaal weer nieuw. En dat komt eigenlijk voornamelijk door een notitie, kamerbrief van Hugo de Jonge, de voortgang beter benutten van de bestaande voorraad. En optoppen is specifiek genoemd. En zelfs een 100.000 woningen is blijkbaar als potentie. En daaraan gekoppeld heeft de bouwkampen samen met een aantal andere partijen conceptnotitie, landelijk aanpak, optoppen, ingeleverd. En hebben ze een 3-lijnen constructie. En wat eruit blijkt is dat vooral de wet en regelgeving zit een beetje dwars. En mensen zegt van we hebben onvoldoende goede voorbeelden. Dat durf ik te betwijfelen. Daarnaast hebben we het platform Creative City Solutions. Dat is van de Hogeschool van Amsterdam. Dat is ook eentje die we in de gaten moeten houden. Hugo de Jonge die dramt eigenlijk op dat biobased. En daarentegen dat Creative City Solutions neemt de staalvereenbouw in overweging. Nogmaals een potentie van 100.000 woningen. Wet en regelgeving staat in de weg. En ze gaan voor standaardisatie en industrialisatie. Waar moet ik nu heen? Ja, hier. Dat is nog een eerstvolgende die ook voor iedereen interessant is. We hebben een netwerkbijeenkomst. Dat is op de Staalbouwdag 15 oktober in Leusden. In het AFAS Centrum. En nu, nou, dit is helemaal onhandig. Ik ben dus uw host. Ik heb dan ook eens een klein foutje gemaakt in mijn planning. Ik moet eigenlijk uiterlijk 11 uur, kwart over 11 weg. Dus het kan zijn dat ik niet kan afsluiten. Na mij komt Erik Oosteen, die staat hier, dat ziet hij nog niet. Die heeft de titel In een notendop. En daarna komt Cor van Zandwijk. En die gaat de doppen pellen, die gaat de diepte in. De vragen die hij heeft, die proberen we eigenlijk achteraf te beantwoorden. Ik ga wel monitoren, mocht er een pranger ertussen zitten of eentje waarvan ik denk, die moeten we beantwoorden, dan gaan we dat wel doen. In ieder geval, ik dank u alvast voor uw aandacht. En veel plezier, het is een uur, dus u krijgt heel veel informatie in 60 minuten. Ik moet eraan wennen. In 60 minuten. Ik stop met praten. Erik, jij bent. Dankjewel. Dankjewel, Marco. Ik zal inderdaad, het is inderdaad wat lastig even zoeken zo. In een notendop even u meenemen in wat u allemaal, waar u allemaal mee te maken krijgt als u wil gaan optoppen. Daarvoor zijn hier een aantal onderwerpen neergezet. Onder constructie, interface, plattegronden, draaglijnen. Brandveiligheid zal ik even aanstippen. Staalframebouw. Wat is dat eigenlijk? Hoe om te gaan met de normen? Ik zal nog wat over vloerconstructies vertellen en over akoestische eisen. Ja, als je wil gaan optoppen, dan zal je moeten beginnen met je onderconstructie. Die moet geschikt zijn om de optop te kunnen dragen. Nou, het zal niemand verbazen dat het zinvol is om licht op te toppen.
Nou, daarvoor hebben we dan een aantal materialen waarvan de bekendste houtskeletbouw en staalframebouw is. Je zal moeten controleren of de fundering voldoende sterk is en uiteraard ook de stabiliteit. Vooral dat laatste, daar is natuurlijk nog wel wat aan te doen. Dat geeft het plaatje aan die kant helemaal weer. Dat is in een projectje in Rotterdam waar de fundering aan de zijkant van de buitenkant is versterkt. Met name om het stabiliteitsprobleem op te lossen. Ja, hoe doe je nou optoppen? Het is handig om een interface tussen het bestaande gebouw en de nieuwe optop te doen. Zo'n interface constructie bestaat over het algemeen uit een warm gewalste staalconstructie. En ik heb de ervaring dat het handigste is om op de bouwmuren kleine kolommetjes te plaatsen die je momentvast verbindt aan de dakvloer, waardoor de stabiliteit uiteindelijk van je nieuwbouw opgetopt wordt. Je ziet daar aan de onderkant ook nog een plaatje waarin je die warmgewalste staalconstructie al ziet met een gedeelte van de vloer. Wat wel heel belangrijk is, dat zijn je plattegronden en je draaglijnen. Waarom is dat belangrijk? Ja, de manier waarop je nieuwe belastingen kan afdragen naar de fundering is in wezen opgelegd door de bestaande constructie. Daar valt niet heel veel aan te veranderen, omdat je eigenlijk ook zo gelijkmatig mogelijk die nieuwe belasting naar je funderingen wil brengen. Wat ook een uitdaging is in dat opzicht, zijn de bestaande leidingsschachten in je onderbouw, die zullen door moeten blijven lopen. Dus dat is een beperking voor je plattegrond. Het is misschien meer iets voor de architect dan voor de constructeur, maar het is wel van belang. Brandveiligheid, dat is een uitdaging. Hoe dan ook. Omdat je gaat optoppen, komt je hoogste vloer waarschijnlijk aanzienlijk hoger dan het uitgangspunt van de brandveiligheid. Of die brandeisen van het bestaande. En daar zal je mee moeten gaan dealen. Of dat altijd oplosbaar is, weet ik niet. Dat is ook in overleg met het bevoegd gezag om dat tot een goed einde te brengen. Maar het is zeker een uitdaging. Dat is een van de belangrijkste punten. Nou is het wel zo natuurlijk dat als je een betonnen onderbouw hebt, zal de brandwerendheid meestal wel voldoende hoog zijn om te kunnen optoppen. Maar het is een puntje van aandacht. Staalframebouw. En er staat dan keurig netjes tussen haakjes achter HSB zonder hout. Maar dat is het ook eigenlijk. Alle details, de manier waarop je wanden opbouwt, is gewoon afgekeken van houtskeletbouw. Alleen het hout is veranderd zoals dat hier een beetje te zien is, door dunwandig koud geprofileerd staal. Het is gewoon een soort meccano voor volwassenen. En het is leuk spelen als constructeur met het idee van, ja, hoe pak ik dat nou aan? Je kijkt gewoon hoe mensen dat eerder hebben gedaan bij houtskeletbouw. En bijna alle details kan je één op één overnemen. Alleen, het zal niet met schroeven, maar of met ander soort schroeven gebeuren. Niet met houtschroeven, maar met staalschroeven en boutjes. Even
terug naar, naar wetgeving. De onderbouw is natuurlijk te controleren met NEN 8700. Daar zal niet zo'n heel groot probleem in zitten. Dat is gewoon een kwestie van rekensommetjes maken. Vaak is het zo dat bij wat oudere gebouwen er misschien nog wat te halen is door je fundering en met name het paaldraagvermogen opnieuw te laten berekenen of zelf te berekenen. Rechtens verkregen niveau, dat is handig om bepaalde dingen in je onderbouw recht te praten. Trappen die er zijn, die worden niet groter, die worden niet anders. De verhoudingen tussen op- en aantreders, die zitten er. Daar kan je hoogstwaarschijnlijk met rechtens verkregen niveau aardig wel uitkomen. Dat rechtens verkregen niveau kan trouwens ook bij je brandwerendheid nog wel een goede rol spelen. Maar het blijft wel zoeken en zeker een zekere mate overleg met het bevoegd gezag is zeker een aanbeveling om dat vroegtijdig te doen als je wil gaan optroepen. Vloerconstructies. Wat voor vloerconstructies hebben we voor handen? Ik heb hier twee plaatjes staan. De bovenste is een hele traditionele staalframebouwvloer met koudgevormde liggertjes en afgedekt met een OSB-plaat. Dat zou eventueel ook nog wel underlayment kunnen zijn. En daaronder is het hout vervangen door een zwaluwstaartplaatvloer waar anhydriet is opgestort. In het verleden is er overigens ook wel op de OSB-plaat anhydriet gestort. Al of niet met nog een geluidwerend laagje ertussen. Waar ook nog een mogelijkheid in zit, dat zijn de kwantumdekvloeren. Het is heel lastig als je wat wil bewegen. Het gebeurt precies tegenovergesteld. Dit zijn vloeren van koudgevormde stalen liggertjes waar overheen een betonschil is gestort van 65 tot 70 mm dikte. Deze vloeren zijn wat stijver, hebben een wat aangenamer gevoel ten aanzien van trillingen. Maar ja, ze zijn daarentegen ook wat zwaarder. Maar het is een prettige vloer om mee te werken. Ook voor het geluid is deze vloer wat prettiger dan de andere twee vloeren die ik heb genoemd. Akoestische eisen. Dat is het lastigste gedeelte van hele staalframebouw. Wat hier is weergegeven op het plaatje is een detail waarin allerlei zaken naar voren komt. Je ziet hier moet ik dat even kijken? Deze hoeveelheid isolatiemateriaal is nogal belangrijk voor de knoop. Zeker als dit zowel van boven naar beneden als zijdelings woningscheidend is. Je zal ook waarschijnlijk met zwevende dekvloeren aan de gang moeten. Zeker bij woningscheidende en een zwevend of een akoestisch ontkoppeld plafond toepassen. Dit is gewoon een van de grootste uitdagingen die er bestaan bij staalframebouw. Maar mogelijk niet voor de constructeur, maar wel voor de akoestische techneut. Dan heb ik al eigenlijk zo'n beetje mijn gedeelte
afgerond in dit webinar. Mochten er vragen zijn, dan kunnen ze misschien nu gesteld worden. Eentje binnen. Of de PDF van de PowerPoint mag worden gedeeld na het webinar. Van mij wel. Van Cor ook. Dus, ik weet niet of u de vraag heeft meegekregen. De vraag was of de PowerPoint kan worden gedeeld. Die zal aan het eind worden gedeeld. Goedemorgen. Ja, mijn deel gaat dan over het constructieve deel. En ik zal even proberen de bediening erbij te pakken. Optop is het specifieke thema vanmorgen. Ik wil het eigenlijk over twee hoofdzaken eigenlijk maar hebben. Dat is eigenlijk de globale aspecten en de lokale aspecten. Waarbij we vooral kijken naar stabiliteit en details. Een heel simplistisch plaatje van een optopping. Het is maar een voorbeeld. We hebben drie bouwlagen en we gaan de twee bouwlagen bovenop zetten. Nou, ik neem dat even mee als in het voorbeeld van vanmorgen om wat getalletjes ook eraan te hangen. Wat we vooral moeten doen is niet van beeld afvallen. Ik heb het plaatje even simplistisch gemaakt. We zetten twee bouwlagen op. De windbelasting komt in dit geval dan van links. Als u het niet in het spiegelbeeld ziet. Heel belangrijk is, het is net door Erik ook al aangehaald. We krijgen extra belasting op de optopping die uiteindelijk afgedragen moet worden op de bestaande bouw. Dit genereert natuurlijk verticale krachten van het eigen gewicht en het vloerbelasting uit de optopping. Maar er komen natuurlijk ook krachten uit de schijfwerking of uit de stabiliteit. Wat betekent dat je hold-down ankers moet toepassen omdat het eigen gewicht van de constructie licht is. We nemen een voorbeeld van een optopping waarbij drie bouwlagen er zijn en we er twee bouwlagen bij opzetten. We gaan er nu even van uit dat het twee panden naast elkaar zijn. Ik zal er zo meteen nog even heel kort op terugkomen waarom ik dat even hier genoemd heb. We gaan uit van een fictieve breedte van 8 meter. Nou, het bestaande pand was, zeg maar even voor het gemak, drie bouwlagen van 3 meter hoog. Nu wordt het 5 lagen van 3 meter hoog. Ik ben even gewoon willekeurig even uitgegaan van windgebied 2 bebouwd gebied. Zodat we een windstuwdruk even kunnen noemen. In dit geval is dat dus 0,8 kN per vierkante meter. Ik heb ook de voor- en de achtergevel van de optopping even genomen als gelijk. Qua openingen, voor de snelle kijkers, we hebben een opening van 2,40 meter voor een schuifbui, raampartij of wat dan ook. En 1 meter voor een smalle raam of bijvoorbeeld een deur. Ik noem dit zo bewust omdat we bij de stabiliteit van een bouwwerk graag gebruik maken van de schijfwerking van elementen. En daarvoor zijn minimale vereisten qua breedte voor de penant van toepassing. Onderdelen waar sparingen in de wand zelf zitten, zijn niet geschikt voor het stabiliteitsgeheel. Dat betekent dus in dit voorbeeld dat het onderdeel van de penant links en in het midden van de ramen en deuren niet meedoet. En de raampartij dus ook niet. Dus we houden zeg maar ongeveer 1,30 meter aan stabiliteitspenant over in dit voorbeeld. Wat we hier dus hebben in het plattegrondje is een windbelasting van links en een stabiliteitspenant in de voorgevel en in de achtergevel. En daarop werkt natuurlijk een kracht. We gaan uit van de gelijke plattegrond in beide verdiepingen, in beide bouwlagen. In dit geval kun je dus veronderstellen, zo, dat heb ik dan even verondersteld, dat we 1 woning hebben. Dus we hebben ook nog een trapgat in de vloer. Ik heb even heel snel wat sommetjes bij elkaar om even gevoel te krijgen bij getalletjes. En dus op het dakrandniveau, ik denk niet dat ik kan aanwijzen, maar waar links staat P15, komt dus een horizontaalkracht van 4 kN.
op pijl 12 meter is 8 kN, een dubbele last natuurlijk. En beneden onderin op pijl 9 meter is het weer 4 kN. En dat is de kracht uiteindelijk gesommeerd natuurlijk die op de onderbouw straks zal komen. Als we dus deze krachten gaan plaatsen op de stabiliteitselementen, op de penanten, is mijn voorstel van, maak nu eens gewoon een heel eenvoudig modelletje. Maakt helemaal niet uit. Het kan gewoon een staafmodelletje zijn met eenvoudige software. Is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Maar je krijgt een beetje gevoel bij van, hey, hoe werkt het nu eigenlijk en wat gebeurt er nu? Uiteindelijk komt de windbelasting natuurlijk tegen de buitengevel. De buitengevel draagt dat af aan de horizontale schijven. Hè, dus de dakschijf of de verdiepingsvloerschijf. We gaan de grondvloer. En die brengt dat, als alles goed is natuurlijk, via de beplating, de schroefjes of de nageltjes, over op het staalframe. Het staalframe zit gekoppeld van vloer- of dakelement aan de wandelementen. En uiteindelijk genereert dat een trek- en drukkracht op jouw laatste stijl van jouw stabiliteitspenant. In dit geval die 1,30 meter. Dus we zien hier in dit voorbeeldje, nog even herhaling, op het dak 4 kN, op de verdiepingsvloer 8 kN en onderaan 4 kN. Dan zie je dat er trek- en drukkrachten ontstaan alleen al uit de stabiliteit van een kleine 40 kN. Dus die krachten lopen fors op zodra je smalle penant hebt. En dat hebben we nu eenmaal in de praktijk vaak, omdat we te maken hebben met doorzonwoningen. We moeten voldoende ruimopeningen hebben. Dus de optie om voldoende penantlengte te maken is er gewoon eenvoudigweg niet altijd. Maar in dit voorbeeld is het natuurlijk het eenvoudig gemaakt om het snel en makkelijk te doen. Is alleen de voor- en de achtergevel meegenomen. Wat natuurlijk ook nog wel in de praktijk gebeurt, is dat er langs een trapgat twee gesloten wanden geplaatst worden als penant. En dat is natuurlijk heel prettig, maar besef goed, die krachten die op die penanten langs de trapgat komen, zijn natuurlijk veel groter als in de buitengevel, om de eenvoudige reden dat de mechanica ons natuurlijk leert dat als je de steunpunt in het midden plaatst, daar heel wat meer krachten naartoe gaan. Dus dan betekent ook dat je even een horizontaal modelletje moet maken om die verdeling van die krachten goed te bepalen. Je moet dus goed ook opletten dat de krachtsverdeling ook afhankelijk is van de onderlinge stijfheden tussen onderdelen. Dus als je ik heb nu in dit voorbeeld natuurlijk twee woningen genomen. Maar stel nu dat je bijvoorbeeld 6 woningen op een rij hebt en je koppelt dat door aan elkaar. Dan betekent de doorkoppeling, even los even van het bouwfysische deel, hè, dat akoestische invloed heeft. Maar vooral heeft het invloed op het feit dat je de stijfheid van je eerste koppeling naar je tweede, naar je derde, dat heeft impact. Dus daar moet je wel op letten dat je die koppeling juist doet met de voldoende stijfheidsverhoudingen. En dus rekent met de juiste verdeling van de krachten over elke woning. Een korte kanttekening die ik daarbij wil maken is dat je ook flatgebouwen kunt optoppen met bijvoorbeeld 20 woningen op een rij. En je ze alle 20 aan elkaar koppelt. Maar je moet ook in de gaten houden dat op het moment dat je accidentele belastingssituatie hebt waarbij je brand hebt, dat een woning als zodanig zelfstandig in die situatie ook moet kunnen blijven bestaan, stabiel moet blijven staan, met 20% van de windbelasting. Conform Eurocode uiteraard. Dit is even een voorbeeldje over de schijfwerking van een penant. Ik heb even in het voorbeeldje genomen van, nou, stel nu dat we de bovenregel pakken van het onderste element. Daar werkt dus die 12 kN op. 4 uit het dak, 8 uit de verdiepingsvloer. En die heeft dan een lengte van zo'n 1300 mm waar je de koppeling in moet maken. Dus de kracht moet uit het stabiliteitselement, de vloer, overgedragen worden naar de wand. Of van de wand van boven overgedragen worden op de wand beneden. En als we dus 12 kN willen overdragen, dan hebben we in dit geval dan ongeveer een nagelafstand van 80 mm. Ik noem bewust nagelafstand, omdat we
eigenlijk in de praktijk zien dat de wat grotere bouwers zeker eigenlijk altijd de beplating zullen schieten. Gewoon simpelweg uit het feit dat dat veel sneller is. Die beplating zelf kan bestaan uit bijvoorbeeld een houten plaat, dus een OSB of een spano. Of uit een gipsvezelversterkte plaat, bijvoorbeeld Fermacell, Rigiduur, Ladura, nou, zonder volledig te zijn in al de merken, maar er zijn een aantal vezelversterkte platen die gebruikt kunnen worden, waar ook een ETA voor is. Het is niet aan te bevelen om deze schijfwerking te gaan ontlenen aan een standaard gipskartonplaat, omdat je daarin een stuikwaarde van het verbindingsmiddel zult vinden die zeer laag is. Kijk vooral ook goed naar de berekening van hoeveel kan over één nagel afgedragen worden van het beplating naar het staalframe. Dat even over het stukje schijfwerking. Een paar aandachtspunten die dus daarvan van belang zijn. Natuurlijk moet er rekening gehouden worden met de beide richtingen. Ik nam als voorbeeld even de bovenregel van het penantje, maar je hebt natuurlijk uiteraard ook de verticale en de tussenliggende stijlen als de penant wat langer is. Mijn aanbeveling is om dat vooral ook te doen conform de houtnorm, de Eurocode 1995. En eventueel de zojuist ook genoemde ETA-documenten van bijvoorbeeld gipsvezelversterkte platen. Het is ook belangrijk uiteraard dat die beplating zelf stabiel is. Theoretisch kunnen platen natuurlijk ook, al is het een OSB-plaat of een gipsplaat, plooien. Dus daar zijn wat eisen aan dat dat voldoende vlak blijft en niet zal plooien. De genoemde doorkoppelingen van stijfheden, de stijfheden van die doorkoppelingen, die moet je zo correct mogelijk proberen in te schatten. En de situatie brand daarbij niet vergeten, zoals ik zojuist al noemde. Let dus ook op dat een stabiliteitspenant ook een draagwand zou kunnen zijn. Die situatie komt uiteraard gewoon bijna in elk project voor. Dan heb je dus een hoge axiale belasting op druk ten gevolge van de stabiliteit en het eigen gewicht en momentaan dus de vloerbelasting. Dus die combinatie van deze belastingen moet je dus goed in oogschouw nemen bij toetsen op knik van de laatste stijl. En aan de andere zijde natuurlijk de trekkracht aan de stijl. Nou is trek aan een stijl geen probleem. En de compensatie die je hebt vanuit het eigen gewicht kun je daarin meenemen. Maar je moet goed opletten natuurlijk bij het detail. Als we natuurlijk met 40 kN gaan trekken aan de stijl, dus de kracht komt uit de schijf vandaan, de OSB-plaat of gipsvezelplaat op die stijl, dan kun je niet de standaard staalframe twee schroefjes links-rechts gebruiken. Want dan praten we over 8 kN wat je misschien af kan dragen. En dan vergeet ik nog eventjes te benoemen dat ook de dwarsbuigingen in de onderregel natuurlijk niet opgenomen kunnen worden. Dus dat detail is natuurlijk van groot belang dat die doorkoppeling correct gedaan wordt. Nou, die hold-down ankers zitten natuurlijk aan de onderzijde. Hè, dus of op de staalconstructie waar we op staan op het bestaande dak of op de verdering. Maar wanden moeten natuurlijk ook onderling aan elkaar doorgekoppeld worden. Dus als we, zoals in het voorbeeld laten zien, twee bouwlagen op elkaar, moet je zorgen dat je de wand van de verdieping op de onderliggende laag ook doorkoppelt. Dit voorbeeld is verder natuurlijk niet ingegaan op de horizontale schijf die we ook hebben. En ik heb het plaatje laten zien waarbij een trapgat er is. Dat betekent natuurlijk dat je of de randstaaf van de vloer onderling doorgekoppeld moet hebben als een trekkoord. Of je moet je schijf gaan reduceren qua hoogte. En anders kun je natuurlijk die krachten niet overdragen. Belangrijk is bij vloeren met name is dat vloeren uiteraard in elementen worden geproduceerd. Dus een beukmaat van 5,40 meter die zal een elementmaat hebben van bijvoorbeeld 2,40 meter. Maar is dat die vloerelementen onderling gekoppeld moeten zijn om die schijfkrachten over te kunnen dragen. Dat is eventjes
in kort het stukje over de globale stabiliteit van een bouwwerk. Van een optopping in dit geval. Ja. Mag ik tussendoor een vraag stellen? Ja, een vraag. Namens andere mensen. Dan zegt hij, nagels worden geschoten vanuit de plaatszijde. Hoe bereken ik de hechting in het dunwandige staal? Niet de kopzijde van de nagel, dus. En dan zegt iemand, schroeven in plaats van nagels. Duidelijk. De vraag is dus, worden nagels geschoten vanuit vanaf de houtzijdekant, van de beplatingskant vandaan in het staal? Hoe bereken ik dat goed zit in het staal? En waarom gaan we niet naar schroeven? En ik vermoed dat de achterliggende gedachte daarachter is van, hey, als je schroeft, heb je schroefdraad. En dat draad dat hecht goed aan het staal. Twee dingen daarover. In eerste plaats het verschil tussen een houten stijl en met een houten beplating of een gipsbeplating en een staalframe stijl is dat een schroef. De Johnson-formules moet je bekijken uit de Eurocode 5. Dan kun je de bezwijkmechanismes bepalen. Ieder constructeur zal aanvoelen dat een schroef in een dunwandig profiel of een nagel in een dunwandig profiel zal kantelen. En in een houten stijl heeft hij natuurlijk een bepaalde inklemwaarde. Wat er gebeurt op het moment dat er geschoten wordt met de zogenaamde ballistische nagels, is dat je een soort koudlassen krijgt. Hè? Dus het materiaal wordt eigenlijk voor de punt uit weggedreven. En je krijgt een soort trompetvorming zeg maar, aan de binnenkant van het staal. Maar op het moment als je dus de testen doet, dan zie je dus dat de nagels altijd zullen kantelen in het staal. En op het moment dat je kantelt, dan ben je al in je bezwijkmodus gekomen. Dus dan krijg je al een relatief grote verplaatsing. En we hoeven natuurlijk niet aan nagels te trekken. Maar ik kan wel vertellen uit de praktijk dat ook het trekken aan die nagels niet makkelijk gaat. En die nagels hebben dus sporen, dus ballistische nagels met tracks erin. En dus die nagels die trek je er nog niet eens eenvoudig uit ook. En zeker niet als ze al een jaartje zitten, dan zitten ze helemaal minimaal net zo vast als een schroef. Dus het onderscheid maken tussen schuif en trek. En als zodanig is schroeven met schroeven op staalframe is mogelijk. Maar de praktische probleem is eigenlijk dat je te langzaam bent. Je hebt zoveel nagels in een bouwwerk nodig of schroeven dat het niet snel gaat. En alle schroeven zul je moeten uitvoeren als flugeltech schroeven. Omdat je je gat iets moet ruimen in je houten plaat. Voordat je kunt boren in je staalframe. Omdat al die schroeven zullen moeten voorzien zijn van een zelfborende punt. Omdat het materiaal gewoon eenvoudig echt te dik is. Hè? Dus het gaat niet zoals met een metal stud profieltje. Dat je even met een scherp schroefje prikt door een 06 heen. Dat gaat nog prima met een gipsschroefje. Maar als je in staalframe, wat eigenlijk standaard 1,2, 1,5 minimaal dik is. Heb je gewoon een bolpunt nodig. Anders ga je het gewoon niet halen. Oké. Dan een volgende vraag. Het is een lange vraag. Het nagelen van de platen dan enkel in fabrieksomgeving. Misschien kan enkel in fabrieksomgeving. Persoonlijk minder goede ervaring met nagelen op de bouwplaats. Immers de trillingen van het frame door het nagelen kunnen goede nagelhechting niet garanderen. Bevestigd door nagelfabrikant die het eigenlijk niet aanbeveelt in het kader van de hechtingsgarantie. Oké. Dus de vraag is, nagelen op de bouwplaats of nagelen in de fabriek? Aanbeveling op de bouw om het niet te doen in verband met als een wand overeind staat. Je hebt te weinig body achter je, waardoor dus die hechting eigenlijk niet optimaal is. Op zich, bij het juiste apparatuur zou ik verwachten dat je dus met name voldoende bar achter je apparatuur, zou ik verwachten dat het schieten op de bouw in mijn optiek niet gelijk het grootste probleem zou moeten zijn. Het is echter wel waar natuurlijk dat op het moment dat je je wandelement op een montagetafel hebt liggen en je gaat dan schieten, dan heb je natuurlijk de volledige massa van de tafel achter je, waardoor dus die energie die uit de nagel komt
100% overgebracht wordt naar jouw staalframe. En op het moment dat je op de bouw staat, dan heb je natuurlijk te weinig massa achter je, waardoor dat moeilijker kan zijn. Dat kan ik me voorstellen. Toch vraag ik me af of dat dit niet een apparatuurskwestie is. Maar ik zou daar geen 100% antwoord over durven geven. Ik zou dan eerder aanbevelen van neem eens contact op met een fabrikant, leverancier van schiethamers. Ik weet uit ervaring dat je wel minimaal zo'n beetje 8 bar zeker wel nodig hebt om te kunnen schieten. Heb je de goede apparatuur, de goede luchtdruk, de goede nagels, dan zou het in theorie in ieder geval moeten kunnen. Maar anders doe wat proeven en laat dat wat verder onderzoeken. Ja, de vraagsteller die reageert nog, die zegt getest bij 4 tot 8 bar op de bouwplaats en 50% is niet goed. Getest met verschillende tools en de body erachter klopt. Ja, oké. Dus er wordt nu gesteld van oké, we hebben al een aantal proeven gedaan tussen 4 en 8 bar. We hebben van alles geprobeerd en uiteindelijk trekt het niet goed aan. Ja, ik kan dat vanaf hier vandaan even niet zo heel eenvoudig beantwoorden. Ik weet niet exact wat er gedaan is, maar de body is natuurlijk zeker een verhaal. Andere kant is ook natuurlijk, waar heb je op geschoten? Is het 0,8 geweest of is het 1,5 geweest? Dat heeft ook impact uiteraard. Maar met name dat stukje van, in feite kun je het eenvoudigweg vertalen. Als je in een stijl van 3 meter, die heeft een bepaalde flexibiliteit. Je gaat daarop, laten we maar even een mini botsbelasting loslaten. Dan wordt de energie wordt geabsorbeerd natuurlijk. Doordat je een soort, een kreukelzone idee krijgt. Hè? Dus dat het iets kan bewegen. Op een tafel ben je dat stukje kwijt. Maar helemaal beantwoorden kan ik niet, want ik weet niet wat er exact gedaan is uiteraard in praktijk. Nee, ja, iemand zegt hier ook van meer dan 8 bar is het geen enkel probleem. Maar goed, dat... Ja, klopt, ja. De vuistregel is zo, rond de 8 bar heb je nodig om te schieten, maar je moet ook je impactdiepte goed in de gaten houden. Op het moment dat je nagels te diep wegzet, dan beïnvloedt dat uiteindelijk ook de capaciteit van je schijf. Ja, en een vraag van een hele andere orde. De kolommen in het raamwerkmodel waren doorgaand gemoduleerd. Is dat ook gebruikelijk in dit bouwsysteem? Oké, de vraag was over het hele simpele modelletje. Ze zijn doorgaand gemoduleerd. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het niet zo gauw meer scherp hier op het schermpje kan zien. Nee, dat is zeker niet gebruikelijk. Er zijn projecten waarbij dat gedaan wordt. Maar ik denk dat 90% van de projecten is het elementenbouw per bouwlaag. Zeker bij optoppen en staalframe gebeurt het nooit. Gaat ook helemaal niet voor de akoestiek. Het enige waar het dus wel gedaan wordt is bij gevelsluitende elementen. Bijvoorbeeld in de hoogbouw. Daar wordt er nog wel eens voor gekozen om te zeggen oké, we maken elementen van 2,40 meter breed en 6 meter hoog. En dat heeft heel veel te maken met verticaal transport. Maar normaal gesproken is elementen per bouwlaag. Nou, volgens mij was je nog niet op het eind van je verhaal, hè? Nee hoor, we kunnen weer gaan verder vervolgen. We kijken ook nog eventjes naar stabiliteit van vloerliggers zelf. We hebben eigenlijk diezelfde plattegrond even weer genomen. Zomaar een willekeurige beukmaat van 5,40 meter. Nou, waar toetsen we een ligger op? Vrij eenvoudig uiteraard. De buigspanning, dus het buigmoment. De dwarskrachten en de stabiliteit. Dat is allemaal natuurlijk het ultimate limit state. Dus aan de veiligheid moeten voldoen. En een stukje over de doorbuigingen, CQ trillingen. En die hangen natuurlijk heel strak met elkaar samen. Rondom trapgaten hebben we uiteraard een raveelligger nodig. Daar zijn ook wat afwijkende details vaak nodig. En let ook goed op dat je de windbelasting die op de gevel werkt via de horizontale vloerschijf op de juiste manier natuurlijk ook echt daadwerkelijk in die vloer krijgt. Dat is gelijk ook wel weer detailniveau natuurlijk, maar ik heb het hier maar even benoemd omdat we hier over de horizontale vlak praten. Maar dat zijn echt details die nogal eens vergeten worden. Dus houd daar erg in. Even over het vloerliggertje. Ja, een vloerligger, zoals een C-profiel wat in 95% van de gevallen wordt toegepast in het staalframe concept. Is natuurlijk een enkel symmetrisch profiel. Wat van boven belast wordt. Via de vloerplaat komt de kracht in het liggertje.
En het liggertje heeft natuurlijk de neiging om te roteren. En dat roteren is eigenlijk niks anders als het gevolg van de positie van het dwarskrachtencentrum in het profiel zelf. Daar kun je niks aan veranderen. Hè. Als je sigma profielen hebt, dan ligt dat dwarskrachtenpunt veel gunstiger. Dus bij grote industriële vloeren gaat in 99% van de gevallen gaan we werken met sigma profielen. Bij staalframe concept van bijvoorbeeld optoppen doen we dat niet. Dan worden de eenvoudige profielen gepakt met C'tjes. C'tjes met een U'tje soms. Lokaal wordt het C-profieltje uitgeknipt, waardoor het lokaal een U'tje is, zodat je het kunt framen. Even in het voorbeeldje, woningje. 175 kilo per vierkante meter vloerbelasting. 50 kilo per vierkante meter toeslag voor lichte scheidingswanden. Komt op die 225 als live load, als veranderlijke belasting. En de vloer zelf, ik heb even gewoon een willekeurig getal genomen. Hè. Cementdekvloertje erop, zit wat isolatie in, zit een gipsplafondplaatje onder. Laten we even die 175 kilo per vierkante meter als eigen gewicht nemen. De vloerliggers moeten dus die 5,40 meter overspannen. En we hebben in dit voorbeeldje even 40 centimeter hard op hard genomen. Nou, niet verwonderlijk natuurlijk, maar let erop. Het zijn allemaal klasse 4 profielen. In het hele staalframe gebeurt is alle klasse 4 profielen. Dus bepaalde effectieve doorsneden van het profiel. Heel belangrijk is bij stapelende bouw, in staalframebouw, en dat in tegenstelling tot houtskeletbouw, ga je ze opleggen, de vloer, of ga je ze inhangen? Nou, ik kan me geen voorbeeld voorhalen waar houtskeletbouw ingehangen wordt. Dat wordt eigenlijk altijd opgelegd. Dat gaat ook gewoon prima. Je hebt veel massa, volume aan hout om op te leggen. In de projecten zoals wij ze draaien, 95% van de situaties, of misschien nogal meer, worden ze ingehangen. En dat heeft alles te maken met het feit dat je krachten van de bovenliggende verdieping door moet stapelen naar de onderliggende verdieping. En je gaat dan in één keer een, nou, laten we maar zeggen, een veertje tussen toevoegen. En dat is in onze optiek geen goed idee. Het is ook lastiger om de stabiliteitskrachten doorgekoppeld te krijgen van de bovenliggende verdieping naar de onderliggende verdieping als je daar in één keer een stukje vloer tussen hebt liggen. Want je hebt gewoon een extra naad ertussen. Even wat uitleg over die effectieve doorsneden. Die effectieve doorsneden die kun je dus berekenen volgens de Eurocode 1993-1-3 en de 1-5. Je moet eigenlijk drie situaties bekijken waarbij ik B eigenlijk al heel snel zou kunnen schrappen, maar laat hem even benoemen. De windbelasting blaast tegen de gevel, de buiging om de sterke as. En dat betekent dat de gedrukte zijdes ineffectieve doorsneden zullen hebben. Dat is helemaal in het meest linkse plaatje zie je dus de situatie onder buiging. Dus alleen een stuk van het lijf en de bovenflens, daar verdwijnt een stukje uit als ineffectief. En het assenstelsel kan daardoor iets verkanten en het zwaartepunt van de doorsnede zal iets verschuiven. In het rechte plaatje zie je een stijl onder axiale belasting. En dat betekent dus dat een groot deel van het lijf valt weg en een deel van de flens kan wegvallen. En uiteraard blijft dan assenstelsel blijft natuurlijk wel gewoon symmetrisch. De situatie waar je buiging om de zwakke as hebt, dan heb je dus eigenlijk linksom en rechtsom. Hè, dus even heel simpel gezegd, het lijf kan onder druk komen te staan of de lipjes kunnen onder druk komen te staan. Dus beide situaties moet je dan ook weer apart berekenen. Maar ik zei net al van onderdeel B kunnen we eigenlijk bijna gelijk schrappen. Want in de staalframe situatie wordt er een beplating tegenaan gezet en is er geen buiging om de zwakke as of een hiel. Dus die kun je eigenlijk net zo goed schrappen. En zoals gezegd, de positie van het dwarskrachtencentrum is daarbij heel veel erg van belang om te bepalen wat de biemomenten zijn in zo'n liggertje. En een biemoment betekent dus niks anders. Ik stond volgens mij in het vorige plaatje. Het is misschien wat klein, maar onder de twee bovenste plaatjes waarbij je zegt, oké, de belasting treedt op, de ligger wil achterover draaien. Je hebt een zogenaamde veer, een doorgaande veer uit de beplating. Die komt dus uit van hoe zit de beplating vast aan de profielen.
Dus een relatief lastig stukje om daar een goed antwoord op te vinden. Het is eigenlijk alleen maar vast te stellen met testen in combinatie met de plaat die je doet en je profiel en je profielafmeting en je dikte. Gaan we nu even aan voorbij. Maar het gaat me nu even om het onderste plaatje. De belasting grijpt dus aan. De lijnlast QED. Die grijpt dus ongeveer aan ter plaatse van het lijf. Het verticale lijf. En daardoor heb je een afstand tot je dwarsslagadercentrum. En daarmee creëer je dus een KH. Een soort horizontale factor keer die QED. Die verticale belasting. Dus een deel van de verticale belasting zal dus als horizontale belasting op de onderflens gezet moeten worden om het zogenaamde biemoment te toetsen. Even kijken hoe we dat dan een beetje uitgelegd krijgen. We hebben dus de combinatie mogelijkheid waarbij we dus en een momententoetsing doen om de sterke as, waarbij we dus een effectieve doorsnede weerstandsmoment meenemen, dus de W effectief I voor de buiging. Eventueel, maar dat zal bij vloerliggers niet zo snel aan de orde zijn, hebben we natuurlijk een axiale belasting die opgeteld moet worden. En als laatste dus dat stukje over de biemomenten, waarbij we dus het moment in de flens, en dat is dan, de flens is dan in dit geval een vijfde of een zesde van de hoogte, afhankelijk of het een C of een sigma is. Dat stukje van de, het profiel moet je als effectieve doorsnede bepalen voor de W-flens effectief. En daarmee maak je de totale toetsing van gaan mijn spanningen niet te hoog worden. Even wat aandachtspuntjes ook over die vloerligger in de praktijk. Meestal kan je er dus van uitgaan. Waarom krijg ik een duimpje om scherm? Oh. Bijzonder. Nou, de vloerplaten aan de bovenzijde die steunen de gedrukte flens. Ja, sorry, je moet even lachen om een duimpje wat op het scherm schijnt, maar ik weet niet hoe dat komt. Je hoeft niet te toetsen op de gedrukte flens van het profiel zelf, hè, want die wordt gestabiliseerd door de vloerplaten zelf. Wel belangrijk is aan de onderzijde dat op het moment dat je natuurlijk biemomenten hebt, kun je natuurlijk dat op laten nemen door de plafondregels. Nu heb je in de plafondwereld natuurlijk heel veel mogelijkheden. Als je een rachel eronder zet, gewoon een simpelweg een houten rachel, dan zal die dus horizontale krachten en dus wegdraaien van de liggers voorkomen. Op het moment dat je bijvoorbeeld een systeem van CD-profielen toepast, waarbij je dus plafondhangers hebt, dan kun je die zijdelingskracht uiteraard niet opnemen. Dus let daarop dat je als je het nodig hebt om die rotatie van die profielen te voorkomen, dat je ook het juiste systeem van plafondregels kiest. Even over het uiteinde van de ligger, dus waar de dwarskracht maximaal is, in de platformmethode of de balloonmethode. Je hebt twee types, zoals juist uitgelegd. En de voorkeur heeft in onze optiek altijd de balloonmethode om de volgende redenen. Nou, die staan hier op het scherm aangegeven. Dus de druk door van de bovenbelasting, dat wil je eigenlijk niet. Doorkoppelen van stabiliteitskrachten is wat lastiger. En het laatste wat nog aandacht vraagt en waar we zo meteen dan nog even wat dieper op ingaan, is dat er in vloeren natuurlijk bijna altijd sparingen gemaakt worden voor riolering, voor WTW enzovoort. Zorg dat die sparingen niet kort bij die oplegging zitten, want daar zit ook nog je maximale dwarskracht. Uiteraard wil je die ook niet helemaal in het midden hebben op de plek waar het momentummaximum zit. Dus als vuistregel geven we altijd aan van, joh, ben je aan het ontwerpen, zorg dat je geen grote gaten in je vloerliggers maakt. Tussen 1/8 en 3/8 is het prima en andere zones kun je beter uit weg blijven. Dus dat is puur voor het ontwerp. Op het moment dat je het echt zegt van oh, dit is het plan. Laat het toetsen. Gaat dit goed met de sparingen? En krijg je geen overschrijding van de spanningen in de ligger zelf. Dan nog wat plaatjes over de details. Gewoon eventjes om u mee te nemen in van hey, hoe zit een detail nu in elkaar? En wat gaat goed en wat gaat niet goed? We beginnen even op de oude dakvloer.
Door de vorige spreker werd het al aangehaald. Het heeft de voorkeur om altijd de draaglijnen van de onderbouw aan te houden. Zodat die afdracht naar de fundering uiteindelijk goed gaat. En het heeft de voorkeur om een staalconstructie te creëren bovenop het oude dak. Het oude dak is zelden tot nooit geschikt als nieuwe vloer voor de optop. Dus je zult een extra vloerlaag aan moeten brengen. En de praktijk is ook natuurlijk, je hebt installatietechnieken die door die vloer heen moeten. Je wil er eens een keer onder kunnen, dus een kruipruimte is dan wel prettig. In dit plaatje is het natuurlijk heel klein, daar kun je eigenlijk niet onderdoor. Maar dat hangt helemaal af van het ontwerp. Maar het heeft dus voorkeur om een ruimte daarin te houden. Ja, dit was een vraag die ik eigenlijk dadelijk wilde voorleggen aan Erik. Oké. Okay. Die werd naar aanleiding van zijn vraag opgesteld. Maar je hebt hem nu al deels beantwoord. Oké, okay, deel van de vraag is beantwoord. Ik weet niet precies wat de vraag was. Maar... Ja. Waarom een interface tussen optopping en bestaand bouwen niet rechtstreeks? Ah zo, oké. Okay. Dus waarom een tussenlaag en niet rechtstreeks? Nou, de hoofdreden is eigenlijk gewoon... Ga ervan uit, een gebouw is berekend destijds voor de functie op dat moment. En toen zeiden ze van, ja oké, okay, dit is een dak. Dus daar gaan we geen vloerbelasting op rekenen. Dus de kans dat jouw huidige dak voldoet als vloer voor de nieuwe bouwlaag is gewoon zeer gering. En je hebt gewoon eenvoudigweg te maken met installaties. Het kan natuurlijk wel dat je die installaties in één keer door kunt prikken naar beneden. Maar in de praktijk is toch van, er moet wat versleept worden. De badkamers, de toiletten, gewoon de natte groepen komen niet exact boven elkaar. Dus dan is het ook gewoon prettig als je die leidingen door je nieuwe staalframe heen kunt trekken. Dus het is eigenlijk tweeledig. Even naar dit detail kijkend. We zien hier natuurlijk de nieuwe vloer. Die zit volgens de ballonmethode dan opgehangen aan de staalconstructie. We hebben een inhangdetail wat gemonteerd is aan de vloerelementen. En dat zit... geschroefd met een zetwerkje. En dat wordt dus gemonteerd op de, nou, laten we zeggen, HIA of HIB. En daarbovenop wordt dus de nieuwe wand geplaatst. Meestal met een koppelregelsysteem of een stelregelsysteem. Dan gaan we één verdieping omhoog. Dan zitten we zeg maar in ons voorbeeldje nog op niveau plus 12 meter. Daar hebben we dus te maken met een vloer die ingehangen wordt... op de eerste staalframe wand, koppelregeltje erop en de volgende wand komt erop. Ik ga hier even helemaal voorbij aan alles van akoestiek. Kan er wel heel kort even toelichten. Meestal wordt in deze situaties gekozen voor een zwevende dekvloer om de trilling aan de bovenzijde en de akoestiek aan de bovenkant goed te regelen. Er wordt een vrij hangend of verend afgehangen plafond aan de onderzijde gedaan. En tussen het inhangdetail en de draagwand wordt meestal een akoestische onderbreking toegepast om te voorkomen dat de trillingen vanuit de vloer via het inhangdetail in de onderliggende wand komen. Daarbovenop wordt weer de nieuwe koppelregel geplaatst en daarbovenop komt weer de nieuwe wanden. Ik ga hier even heel sterk uit van prefab manieren. Natuurlijk is op de bouw opbouwen, in situ bouwen is ook mogelijk, maar praktijk leert dat fabrieksmatig prefab aanleveren snelheid, de belangrijkste punten zijn. Er is een vraag. Ja. Moet de hoeklijn niet over de volle breedte van de wand worden opgelegd? Oké, okay, de vraag is, moet de hoeklijn over de volle breedte van de wand worden opgelegd? Twee dingen daarover. Ik heb er nu even gauw geen plaatje voor. Het hoeklijn van de vloer rust natuurlijk het eerste bij het randje van de wand. Aan de kant van de vloer. Dus dat hoeklijn, denkbeeldig even, de vloer gaat zakken. Dus dat hoeklijn dat wil met zijn horizontale flens omhoog in feite. De praktijk is, je kunt die hoeklijn natuurlijk langer maken. Ik heb hem hier bewust te kort getekend of korter getekend. Want wat gebeurt er nu op het moment dat je een prefab elementsysteem hebt? Je kunt nog zo goed je best doen, maar je hebt gewoon bouwtoleranties. Dus laten we zeggen dat we bijvoorbeeld 5 mm vrije ruimte houden tussen de gipsplaat van de wand en de rand van het inhangdetail. Dan moet je dat inhangdetail iets in of uit de wand kunnen schuiven. En je wilt niet dat het inhangdetail buiten de wand valt. Wat wel belangrijk daarbij is, is natuurlijk dat je een draagkrachtige stelregel hebt die je daar weer bovenop zet. In dit geval zie je bijvoorbeeld, stel nu dat het inhangdetail 3 mm is. Dan zou je dus een spleet hebben van 3 mm die opgenomen moet kunnen worden door dat donkere blokje wat je ertussen ziet. Dat is dus een stelregel. Dus dat kan niet een...
een houtje zijn of een dunwandig blikje, want dan gaat het natuurlijk niet goed. Dus het is wel belangrijk dat het detail als totaal klopt. En anders kun je zeggen van oké, ik maak het inhangdetail breder, dat hij over de totale breedte van de wand afdraagt. Maar let op dat hij dan niet buiten je wand komt, want dan steek je door je OSB buitenbeplating heen en dat kan weer vervelend zijn met de verdere afwerking. Maar er is dus niks op tegen om hem breder te maken in dit plaatje. We gaan naar wat laatste details. Een stukje over de hold-downs. Er zijn een aantal methodes om die hold-down krachten dus de fundering in te krijgen of een vloer in te krijgen. Dit is een systeem waarbij je dus een stelregel hebt waarbij je hold-downs op de stelregel monteert. Dit wordt allemaal CNC geproduceerd, vooraf uitgetekend. De wand heeft aan de onderzijde een opening waardoor die over deze, laten we maar zeggen, huisjes heen schuift. En dan worden de lange schroeven in één keer door de OSB-beplating door het huisje heen vastgeschroefd. Waarmee je dus een gesloten systeem kunt organiseren. Dus je hebt alle wanden worden prefab gesloten aangeleverd. Dus er zitten geen openingen meer waarbij je doorheen moet boren om die hold-down voorziening te gaan realiseren. Dat in tegenstelling tot deze situatie waarbij dat ook mogelijk is. Dit komt een beetje uit de hout-skeletbouwkant vandaan. Waarbij we dus bijvoorbeeld de linkse, dat is een HTT-anker. Die wordt dus tegen de stijl gemonteerd. Hier staat er een houten plaatje omdat het uit de houtbouw vandaan komt natuurlijk. Maar dat wordt in staalframebouw ook zeker toegepast. Maar dan moet je dus altijd montageluikjes houden. Dus je moet de wand open houden lokaal. Je moet de wand plaatsen. Dan het anker naar beneden boren en vastschroeven aan die stijl. Dus dat is wat omslachtiger en wat ingewikkelder om te doen. Het alternatief is het rechterplaatje waarbij je zeg maar vooraf, ja we noemen dat altijd T-ankers, geplaatst worden op de betonvloer. De wand laat je open. Je kunt eventueel, ja je ziet in lichtgroen ook nog een windverbandstrip. Dat gebeurt ook nog wel eens aan de spouwkant. Niet heel veel meer. Meestal gaan we door schijfwerking proberen dat voor elkaar te krijgen. Maar het doet even niet toe voor het T-anker. Maar het T-anker moet dus ook weer vastzitten aan die stijl. Want bedenk, zoals ik juist zei, stel dat er 40 kN trek in die stijl zit. Dan moet die trekkracht van 40 kN in één keer door kunnen naar het T-anker, naar de ankers, naar de beton. Volg vooral die routes van de krachten. Een laatste detailtje, daar kwam ik toch en dacht, nou, daar moet ik toch nog even wat over zeggen. Wat in het staalframe veel gebeurt natuurlijk, is dat we een opening hebben. Boven de opening hebben we een latijtje nodig. Hier is dan voor een trusje gekozen, een vakwerkje. Maar het gaat me nu even niet om het latijtje, maar het gaat me om die horizontale regel. Wat nog veel gebeurt is, we hebben de verticale stijl. De twee plaatjes linksonder staan een beetje schematisch weergegeven. Je kijkt even over de horizontale sneden nu dus. De wind die blaast zeg maar horizontaal tegen de pui aan. Die geeft zijn krachten af op dat horizontale regeltje. En wat dan al eens gebeurd is, we gaan de regel knippen het lijf compleet weg. En we laten de twee flensjes laten we staan. Nou, wat gaat er dan constructief gebeuren rechts? Dan gaan die flensjes natuurlijk verdraaien. En uiteindelijk is dan de capaciteit van zo'n verbinding is maar een halve kilonewton. Dat is niet veel. Waarom gaat het in de praktijk zoveel toch goed? Bij de gratie dat we aan alle kanten er OSB overheen schieten en dat uiteindelijk het hout ook wat doet. Maar zuiver constructief beschouwd is dit detail niet heel geweldig. Vandaar dat ik hem nog heel even noem als relevant bij detaillering. Het laatste sheetje gaat nog even over de sparingen waar ik het zojuist ook over had. Let op met sparingen. Sparingen dicht bij een oplegging of een inhangdetail zijn niet aan te raden. Ik heb er even voor het beeld even een plaatje bij gehangen. Wat gebeurt er nu? Grote lokale dwarskrachten. Lokaal is het liggertje verzwakt. En dus heeft het daar dus een plooivorm. Zoals je bijvoorbeeld hier kunt zien als illustratie. Dus basisregel blijft minimaal 1/8 van de overspanningslengte bij de oplegging vandaan om dit probleem te voorkomen. Daarnaast maakt de sparing uiteraard niet te groot. Maximaal vuistregel 60% van de liggerhoogte. En zet de sparingen voldoende uit elkaar. Minimaal 1 tot 1,5 keer de diameter van het gat. Dat was mijn deel over het constructieve geheel. En ik kijk even naar
De man voor de vragen. Even kijken. Nu sta je tegen een zwarte achtergrond. Even kijken. Je hebt nog een vraag over die trus, over het vakwerk. Ja. Hoe doe je het dan wel goed? Hoe doe je het dan wel goed? Over die trus. Twee dingen daarover zou ik daar wel aan willen zeggen. Het eerste is rond die trus. Afhankelijk natuurlijk van de verticale belasting die op die trus komt. Je kunt het stijltje natuurlijk wel doorrekenen. Maar kijk naar die schroefjes. Het laatste stijltje, of het schoorstaafje, heeft natuurlijk nog steeds maar een capaciteit van twee schroefjes. Dat is één. Twee is de horizontaalkracht. Hoe doe je dat dan wel goed? Die kracht uit die, laten we maar even noemen, schuifbui, die wordt afgegeven op die horizontale regel. Wil je dat goed doen? Ik ga even uit het beeld staan. Wil je dat goed doen, heb je twee opties. Eén is dat je werkt met een koppelhoek. Die, ik kan denk ik niet op het beeld aanwijzen wat ik bedoel. Wat zeg je? Met je vinger. Ja, met mijn vinger inderdaad. Maar dan is het natuurlijk helemaal lastig in spiegelbeeld. Dit plaatje bedoel ik eigenlijk. Ja, ziet er een beetje gehandicapt uit. Vertraagd en in spiegelbeeld. Aan deze kant, als we hier zo een hoekje erin maken die gekoppeld is aan de stijl, dan gaat het goed. En de tweede optie die je hebt is dat de trus, zeg maar, voorzien wordt van een extra stijl, waarbij dus de echte framing techniek wordt aangehouden, waarbij dus de lijf niet weg wordt geknipt. Maar dat hangt dus helemaal af van de krachten van die optreden. Het is een beetje moeilijk uitbeelden met de vinger in spiegelbeeld en vertraagd op het scherm hier. Dan zult dat maar eens zaken. Maar die twee opties heb je dus. Een koppelhoek in het frame of het standaard staal frame systeem toepassen, waarbij dus een extra kort stijltje als eind van het trusje wordt toegepast. Nou, ondanks de beeldacrobatiek is het antwoord duidelijk. Oké. Okay. Zou jij, Erik, toch even weer je microfoon aan willen doen? Zeker wel. Dan zet ik jullie allebei in beeld. Ja. Komen er nog een aantal vragen. En die hebben betrekking op brand. Maar ook bijvoorbeeld. Ja, laat ik maar om te beginnen eigenlijk met de vraag die eigenlijk ook nog aan Cor gesteld is. Is de OSB-beplating als materiaal aan de buitenlucht wel toegestaan bij optopping, een hoogte boven de 13 meter, in het kader van beperking ontwikkeling van brand? Goede vraag. Ja, OSB toepassen in de ontwikkeling van brand bij een optopping. Nou, om eerlijk te zeggen, ik ben geen brandspecialist. Dus helemaal hoe dat met de regeltjes zit van brandvoortplanting, dat zou ik niet zo gauw durven zeggen. Een van de dingen is natuurlijk is dat die OSB-plaat zit sowieso achter de isolatielaag. Dus je hebt wel meer brandbare materialen op dat punt. Wat wel waar is, is natuurlijk als je brand hebt, dan is natuurlijk je stabiliteitsgeheel is natuurlijk wel weg op het moment dat die OSB-beplating wegvalt. Ik moet eerlijk zeggen dat OSB of Spano ontzettend veel gebruikt wordt als buitenbeplating. Ik weet niet of Erik daar nog wat op. Nee, ik denk het wel. En aan de binnenkant zie je vaak op het OSB, als dat toegepast wordt, ook nog weer een keer gips. Ja. Om aan de voldoende brandwerendheid te komen. In dat kader heb ik een vraag zien binnenkomen over hoe zit het met de brandwerendheid van de staalframebouwelementen. Dat is min of meer geregeld in allerlei brandproeven die door een heleboel instanties in Europa, maar ook door TNO hier in Nederland zijn gedaan, in combinatie met grote ingenieursbureau. En dat ligt vast in certificaten. Dus dat is oplosbaar. Dat is niet echt het probleem. Althans, niet, heb ik nooit ervaren als een probleem. Het is eigenlijk heel eenvoudig te zeggen. Staalframe brandt bij optopping of woningbouw, zeg ik altijd heel eenvoudig, houd die brand binnen het doosje. En wat bedoel ik dan is, de brand moet binnen de gipsverplating blijven. Ja. En die gipsverplating is dus hetgeen wat die brand dus beperkt. De temperatuur beperkt. Als vuistregel kun je ervan uitgaan dat staalframe 5-6 minuten is staalframe aan zijn kritieke staaltemperatuur van 350 graden. Maar dan zijn we natuurlijk al veel verder. Dus op het moment dat je onbekleed staalframe hebt, dan heb je niks te vertellen. Nee, maar het wordt
eigenlijk gewoon geregeld. Het vierde bekleding. Gips. Ja, de bekleding. Gipsbeplating. Ja, 1, 2, 3 of 4 lagen gips dus, denk ik, hè? Ja, de aantal lagen gips, 120 minuten attesten zijn er ook inderdaad. En dan praten we soms inderdaad over 3 lagen gips inderdaad, ja. Ja. Maar je moet echt, dat proefondervindelijk is dat vastgesteld. Dus je moet echt de attesten erbij halen, de brandattesten, om dat vast te stellen. Het een en ander is in de COMO van staalframebouw ook vastgelegd. En daarmee ben je natuurlijk al een stuk geholpen, zeg maar, als je dat COMO dus raadpleegt, wat ook binnen het platform ook beschikbaar is. Ja, dan een volgende vraag over brand. Ja, zou het theoretisch kunnen dat qua brandwerendheid de hele constructie aangepakt moet worden? Ja, een simpel antwoord. Ja, dat, die kans bestaat. De hele ik begrijp zelf de vraag niet helemaal. Wat is de hele constructie en... Ik begrijp hem als dat dan ook de onderconstructie moet worden opgewaardeerd. Ja, dat bestaat. Ja. De kans is niet nieuw. Zeker niet. Nee, want precies, die andere vraag daarvoor gaat er ook al over. Over controle op basis van de NEN 8700. Hè? Je zei van, bij de bestaande constructie moet je uitgaan van de NEN 8700. Houden jullie dan verbouw of afkeur voor het bestaande gedeelte aan? Verbouw. En naar mijn mening dan ook 30 jaar. Een referentie of een ontwerp levensduur, zoals het officieel heet, van 30 jaar. Ja. Volgens mij hebben we, als ik me niet vergis, nu alle vragen gehad. Als we er nog eentje vergeten, nog wel een opmerking van Gerard Hofman over de nagels of het niet in het handboek. Daar staat het volgens mij opgeschreven zoals jij het zo net zei, Cor. Dus dat was geen vraag, maar denk ik een toelichting. En verder denk ik dat... Oh, hier komt nog wel een vraag. Mag er een enkele gewalste ligger worden toegepast ten plaatse van een bouwmuur als interfaceconstructie in verband met trillingen? En akoestiek. En akoestiek, ja, dat is... Ik kan daar wel wat over... Dat mag wel, maar je plaatst jezelf voor moeilijkheden. In project waar ik het meeste bij betrokken ben geweest, hebben we een dubbele ligger toegepast. Ja, volgens mij zag ik er ook een plaatje van. Hè? Ja, als je heel goed naar die plaatjes had gekeken, daar zag je dat er 2 liggertjes waren. En die akoestisch gezien moet je die weg zo lang mogelijk proberen te maken. En dan nog moet je hem akoestisch ontkoppelen. Volgens mij waren ze ook gevuld met mineralen wol zelfs. Dat weet ik niet meer uit mijn hoofd, want dat is al heel erg lang geleden. Ja. Het enige wat er constructief op aan te vullen is, op het moment dat je natuurlijk een dubbele ligger hebt, is dat je met de balloonmethode hang je natuurlijk aan de zijkant van de ligger. Dus let op dat je met de torsie van je wargals staalconstructie uitkomt. Ja. Nou ja, de vragen zijn volgens mij op. Ik zie wel een complimentje dat jullie inmiddels zo ervaren zijn met spiegelbeeldvideo. Dat jullie kunnen solliciteren bij het weerbericht. Maar... ik denk als we nog een vraag vergeten zijn, dan komen we daar later op terug. De video wordt even bewerkt door ons. En dan op het YouTube-kanaal geplaatst. En dan worden ook, denk ik, de presentaties beschikbaar gesteld. Hè? Ja, zeker. Ja, Oké. En dan komen we dus later terug op de verdieping hierop. En andere onderwerpen waarschijnlijk. En uiteraard komt er regelmatig een nieuw hoofdstuk van het handboek. Ook over akoestiek en trillingen en brand nog uit. Ja. Dank jullie wel. En dank de kijkers thuis. Yes.